Welkom bij Hydrauliek 24. Mijn naam is Nief en vandaag ga ik jullie uitleg geven over onze slangengenerator. Hiermee kunt u zelf snel zelf uw eigen slang genereren en die wordt dan door ons op maat naar u geleverd en gepatcht. Nou, ik ga vandaag het hele proces even met jullie doornemen en dan ga ik aan de hand doen van een voorbeeldslang die ik bijvoorbeeld heb, die ik graag nagemaakt wil hebben. Nou, ik open de hydrauliek slangengenerator. Nou, dan zien we al direct een slang staan die gegenereerd wordt. Vandaag ga ik eerst even laten zien van, ik heb hier de eenheden, die kunnen we nog aanpassen. We hebben hem standaard op bar staan. Stel dat je liever in PSI werkt, kun je gewoon het schuifje omzetten en worden alle gegevens omgezet van PSI naar bar. Toepassing hebben we voor hydrauliek en water. Vandaag gaan we de hydrauliek slang gaan we samenstellen. De werkdruk. Nou, de werkdruk kun je invullen als de werkdruk van uw systeem of van de slang die u graag wil laten namaken. Nou, we zien hier op de slang dat deze slang een werkdruk heeft van 275 bar. Dus die gaan wij ook eventjes invullen, 275 bar. Dat we zeker weten dat we straks allemaal slangen kunnen selecteren van 275 bar. Nou, rechts onderin zien we al dat er wat gebeurt. De slangen worden zo samengesteld dat alleen slangen die voldoen aan die 275 bar werkdruk worden gegenereerd. Nou, hier hebben we voor de rest nog liters per minuut staan. Die liters per minuut kunnen we invullen, mocht je die weten. Het is niet strikt noodzakelijk om ze in te vullen. Nou, de slanglengte die gaan we zo bepalen. Die kun je hier links onderin invullen. Dat zie je. Of we kunnen hem rechtsboven invullen, de slanglengte. Die ga ik zo bepalen. We gaan eerst even de juiste slang selecteren. Op de slang vaak zelf staat welke slangdiameter het moet zijn. Mocht je nou niet willen weten welke slangdiameter je moet hebben voor een bepaalde installatie, voor bepaalde liters per minuut, dan kun je de slangenhulp tool kun je aanklikken. Hier zien we links alle slangenmaten staan, van kwarts tot en met 2 inch. En daarbij zien we ook hoeveel liters deze slang per minuut mag hebben voor bijvoorbeeld een drukleiding, een retourleiding of een aanzuigleiding. Voor een aanzuigleiding heb je vaak een veel dikkere leiding nodig, die wel minder druk natuurlijk nodig heeft. En voor een drukleiding hebben we veel minder een dikke slang nodig. Dus vandaar dat hij erin staat. Nou, hier kun je dus bijvoorbeeld zien bij een half duims slang, een half inch, dan zien we dus dat hier voor 50 liter per minuut voor een drukleiding gebruikt mag worden. Voor een retourleiding 25 liter per minuut. En voor een aanzuigleiding mag er maar 13 liter per minuut doorheen. Ook hebben we verschillende slangen. We hebben een 1SN, 1SC, dat wil zeggen het is een slang met 1 staallagen en 2 1 staallagen en het is gewoon een verschillende slang. We hebben hier 1 staallaag slangen, we hebben 2 staallaag slangen en we hebben 4 staallaag slangen hier in dit voorbeeld staan. En hier kun je dus ook op klikken en dan worden de gegevens ingevuld. Maar dit is alleen als je niet weet wat u nodig heeft. Dan kunt u hierin kunt u kijken van oké, deze slang moeten we uitzoeken, moeten we hebben. We gaan even aan de hand van dit voorbeeld gaan we een slang bestellen. We zien hier op de slang een half duim staan. De 275 bar hadden we al ingevuld. Gaan we hier in de rechter rijtje kijken, dan zien we daar inderdaad een half inch slang onderuit staan. Die gaan we dus selecteren. Nou, dan zie je dat de slang zich aanpast. En dan staat hier van selecteer de eerste koppeling. Nou, we weten dat dit een BSP aansluiting is. Dus dan klik ik op, kan ik hem uitfilteren naar alleen de BSP koppelingen. En ik heb aan de linkerkant hier heb ik een binnendraad. Heb ik een binnendraad staan, dus die gaan wij dan ook selecteren. Selecteer koppeling. Nou, mocht je niet helemaal zeker zijn van god dat het de juiste is, kun je met je muis op de koppeling gaan staan. En kun je de maten zien. Je ziet een tegendeel en je ziet de koppeling aan. Hier heb ik wat gemaakte koppeling erbij gepakt. Dan zien we dus hier een afmeting staan aan de binnenkant van de koppeling A van 19 mm. Dit kunnen we dus dan ook controleren of dat dan 19 mm is. En dat klopt in dit geval. Verder zien we dan ook dat het schuine randje erin zit. Verder hebben wij ook het tegendeel erbij gezet. En als je nou het deel op de machine heeft waar die moet oppassen, die heb ik er ook even bij gepakt. Het tegendeel is het deel waar de slang opgeschroefd moet worden. Die kun je ook nameten. Dan zien we dat hier staan. Die zal 21 mm moeten zijn en is dus ook een half inch BSP. Dan kijken we dat even na.
En dan zien we dat het inderdaad klopt met de gegevens dat het 21 mm is. Dus dan weten we in ieder geval dat deze koppeling aan deze kant goed is. Aan de andere kant hebben we een soort gelijke koppeling, alleen met buitendraad. Dan gaan we klikken op koppeling B, de andere kant. En dan opent zich het venster weer. Dan kunnen we dus weer kiezen voor BSP. En dan zien we daar half inch BSP buitendraad. Dan gaan we dus op klikken. En dan zien we dat de cilinder of dat de koppeling op de slang gemonteerd wordt. Hier hebben we hetzelfde. We kunnen weer nakijken of de koppeling overeenkomt met waar we hem op willen monteren. In dit geval zien we inderdaad weer de 21 mm staan. Die kunnen we dus ook hier weer gaan nameten. En dan zien we inderdaad dat die 21 mm is. Dus dan weten we zeker dat we de goede slang hebben. Maar uiterlijk ziet hij ook hetzelfde eruit. Dus kunnen we het aan controleren. Verder kunnen we zien dat de sleutelmaat hier ook aangegeven wordt. Hier de sleutelmaat staan. Dat betekent dus dat de wartel of de wartel van de koppeling deze sleutelmaat heeft. Dus de diameter van de koppeling. Dit is de sleutelmaat. Hiermee kun je ook controleren dat je zeker de juiste slang selecteert. Een meter na met je sleutel. Stel dat ik nou twee haakse koppelingen heb op mijn slang. Dan moeten we dus ook een verdraaiing kunnen aangeven. Dit kunnen we doen. Ik kan met een voorbeeld geven. Twee keer een haakse koppeling die op de slang gemonteerd wordt. Dan zien we dat hier rechtsbovenin de verdraaiing zichtbaar wordt. Daar kunnen we op klikken. En dan kunnen we hier in graden zien. En in de strette plaatjes zich op hoe de slang zich verdraait ten opzichte van elkaar. Je hebt immers twee haakse koppelingen die ten opzichte van elkaar nog goed gezet moeten worden. En daar kun je dan de juiste in selecteren. Deze was niet in de rende, of niet in een voorbeeld meegenomen, maar die komt hier wel in het voorbeeld bij die wil staan. De verdraaiing zich verhoudt ten opzichte van beide koppelingen. Nu we de koppelingen allebei hebben geselecteerd, kunnen we de lengte gaan bepalen. De lengte van de slang is altijd de complete lengte van voorkant van de koppeling naar voorkant van de koppeling. Dat zie je ook boven in beeld staan. De streepjes die hier staan, dus is van deze kant van de koppeling tot de andere kant van de koppeling. Dat is even heel belangrijk. Die gaan we opmeten met een meetlintje. We meten het van voor en achterop. En dan zien we dat de totale diameter of de totale lengte 138 centimeter is. Wij vullen alles in millimeters, dus dat is 1380 millimeter. Die kunnen we hierboven invullen. 1380 mm vullen we in, of we vullen hier links onderin. Dat maakt niet zo heel veel uit. Verder, want de prijs staat direct op berekend en kunnen we direct de slang gaan bestellen. Hier zien we rechts aan, nu we de slang helemaal samengesteld hebben, kunnen we de slang in het winkelwagentje gaan plaatsen. Door hier te klikken en kunnen we hier rechtsbovenin zien dat de slang in het winkelwagentje geplaatst is. Wilt u nou de totale gegevens van de slang nog even een keertje nalezen, dan kunt u ook nog een PDF downloaden waar alle gegevens in zichtbaar worden. Deze PDF ziet er als volgt uit. De lengte staat erin, nou, de koppeling A en koppeling B met de tegendelen waar de slang op past. Verder staat hier ook uitgelegd van oké, deze slang mag maximaal de aanbevolen druk, flow voor de slang. De aanbevolen flow voor de slang voor de drukslang is 50 liter per minuut. Aanbevolen maximale flow voor de retourslang is 25 liter per minuut. En de aanbevolen maximum flow zuigleiding is 13 liter per minuut. Verder zien we nog de gegevens staan van de lengte, de maximale druk, de basdruk. De basdruk wil zeggen de druk die wanneer de slang echt uit elkaar knapt of wanneer die openbarst. Dat is, dus kun je ook zien dat de veiligheidsfactor heel groot is. En de buigradius. De buigradius is dus de diameter van de radius wat de slang gebogen mag zijn. Bij hele grote slangen mag de buigradius veel groter zijn. Bij kleine slangen kan die veel kleiner. Dat is eigenlijk de radius die deze ronding mag hebben. In dit geval is de buigradius 130 mm. Verder staat nog in de PDF staat een QR-code. Hiermee kun je ook de slang weer oproepen. En ik heb hier onderin een linkje staan. Door op die link te klikken wordt de slang weer opnieuw in de generator gegenereerd. En kun je de slang weer opnieuw gaan bestellen. Verder staat de prijs in en ex-BTW staat nog in. Stel dat u meerdere slangen wilt bestellen.
We hebben speciale prijzen voor slangen die je vaker wil hebben. Dus bijvoorbeeld als ik 2 slangen bestel, is het goedkoper dan dat ik 1 slang bestel. Bij 5 en bij 10 hebben wij ook stafverkortingen en worden de prijzen voor de persen worden vele malen lager. Nou, ik ga nu gewoon 1 slang bestellen in het systeem. Maar daarvoor ga ik je alleen nog even uitleg geven over het lengtebovenrijtje, waar we ook nog diezelfde samenvatting van net in de PDF's zien. We zien de lengte van de slang die we ingevuld hebben. We zien de maximale werkdruk van de slang, die hebben die 275 bar. We zien de barstdruk, dat is die 1150 bar. Dat is de druk van de slang per open barst. De aanbevolen maximum flow drukslang is 50 liter per minuut voor deze slang. Dat is aanbevolen, daar kun je altijd, er zit altijd wat speling in. We hebben nog een aanbevolen maximum flow retourslang, 25 liter per minuut. En een aanbevolen max flow zuigleiding, dat is 13 liter per minuut. Ik plaats de slang in een winkelwagentje. Die zien we dan ook hier rechtsbovenin staan. Daar staat ook weer een samenvatting van alle gegevens die we net hebben ingevuld. Hier kan ik dus ook de aantallen vergroten. En we zien al als ik de aantallen vergroot, dat het de prijs ook direct de stafelprijs meegenomen wordt. Bij 2 hebben we een stafelprijs. Bij 5, van 2 tot 5 hebben we een stappenprijs en boven de 10 hebben we een stappenprijs. Dan zie je dat je op dit moment nog maar 24,50 euro slang betaalt. Nou, ik ga nu even 1 slang bestellen. Druk ik hierop bestellen. En dan opent onze website zich en worden alle onderdelen van de slang losbesteld met alle gegevens die we hebben ingevuld. Hier hebben we bijvoorbeeld dan staan de slang. De 2 meter slang nodig om deze slang te kunnen produceren. De perskosten om 1 keer een slang te kunnen persen. De pershulzen die hierop gepest zitten. Deze zijn de pershulzen. De perskoppelingen. Dat zijn de koppelingen om de slang te kunnen persen. Dat zijn deze 2. Die worden er aan toegevoegd. Deze onderdelen worden allemaal los in je winkelwagentje geplaatst. Door nu de bestelling af te ronden, gaan we de producten bestellen. En wordt u doorgestuurd naar onze werkplaats en gaan we voor u de slang assembleren en wordt het dezelfde dag nog gestuurd. Bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop dat ik jullie duidelijk heb kunnen uitleggen hoe onze slangengenerator werkt. Mocht u verder nog vragen hebben, laat een bericht achter in de comments. En dan zie ik jullie in de volgende video weer terug.